over het volgende hebben, Marcel. We hebben samen, zoals je weet, een hoop kinderen. Dat is niet erg duurzaam van ons, maar we hebben er samen, niet met elkaar, maar met onze vrouwen, hebben we er maar liefst 7 op de wereld gezet. En dat is niet zomaar, want weet jij wat ik nou zo leuk vind aan kinderen? Natuurlijk weet ik dat, Gijs, want ik heb precies hetzelfde. Kinderen hebben van nature, en dat is echt zo, een liefde voor leren. En dat is iets geweldigs. Ja, en dat weten de mensen van Skoola ook. Want vol overgave en zonder angst ontdekken kinderen de wereld. Maar naarmate ze opgroeien, merken ze dat niet alles in één keer lukt. En dat is een harde les die je leert op een gegeven moment in je leven. Maar wel een belangrijke les. En dan leer je dat niet alles vanzelf gaat. En dat kan er wel eens voor zorgen dat kinderen uitdagingen gaan vermijden. Ja, dat is... En als kinderen uitdagingen gaan vermijden, Marcel, dat vind ik zo verschrikkelijk zonde. Jongen, ik heb het nu wel af en toe. En dan kijk ik over die keukentafel omhoog. En dan zeg ik bijvoorbeeld, Lucien, zit jij nou een uitdaging te vermijden? Kom nou toch, maken we het je zo makkelijk, meid. Zullen wij eens met z'n tweeën de Skoola erbij pakken? Want Skoola, het educatieve platform voor kinderen in de basisschoolleeftijd, helpt kinderen de liefde voor leren vast te houden. Ja. En zo gaan ze van, dat kan ik toch niet naar, dat kan ik nog niet. Ja. En dat is zo'n belangrijk. Het zijn een paar lettertjes verschil, maar het is zo'n verschil. Dat kan ik toch niet? Nee, dat kan ik nog niet, want ben ik aan het leren. Ja. En deze week, Marcel, gaan wij de luisteraars alles vertellen over hoe Skoola dat doet. Het heeft alles te maken met quizzen, met games en met beloningen. En zo moedigt Skoola kinderen aan om door te zetten, te experimenteren, te ontdekken en te spelen. En dan mag het best eens fout in gaan. Ja. En dat hoort erbij. Als je een kleintje hebt, dan moet je als ouder ook accepteren. Natuurlijk doen ze niet alles in één keer goed. Nee. Natuurlijk valt er wel eens een kopje melk om. En dan geef je een tik op de vingers. En dan denk je, nou, dan ga ik het nog een keertje proberen. Ja. En als het dan weer niet lukt, dan geef je een hardere tik. Net zolang tot het naar binnen gaat. En zoals met Skoola ook. Uiteindelijk, en dat hou ik ze altijd voor, draait alles in het leven om het leren van je fouten. Dat onderscheidt de mens van de ezel. Een ezel stoot zich 2 keer aan dezelfde steen, maar een mens toch zeker niet. En daarom, Gijs, hebben we Skoola. Dat zijn de meest waardevolle momenten, Marcel, dat je leert van je fouten. Zo is het, Gijs. En ik heb de afgelopen 6 weken lange weken thuis gezeten met de meisjes. Maar aan dat feest komt bijna een einde. En daarom heeft Skoola, en daar zat ik al de hele vakantie op te hopen en op te wachten, een heerlijke back-to-school actie voor onze luisteraars. Oh. Met de code Weer een dag school krijg je 10 euro extra korting bovenop de lopende actie van 12 euro korting voor jouw Skoola. Jeetje, dat is dus 22 euro korting. En wat heerlijk om het nieuwe schooljaar met zo'n frisse site als Skoola te beginnen. En dan help je je kind echt goed op weg met 22 euro korting. Klik op de link in de show notes van deze aflevering. En help je kind dit schooljaar goed op weg. Met 22 euro korting ga jij je eigen kind helpen. Ja. Leren van de fouten die hij of zij maakt. Ja, op een speelse manier. Op een leuke manier. Met quizzen en cadeautjes. Oké, Marcel, het lijkt mij een hele mooie aanbieding voor onze luisteraars. Deze korting introduceerden we het geweldige motto van Skoola, het educatieve platform voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Tessje, Marcel, weet jij nog het motto wat we introduceerden? Back to school. Back to school is wat je doet. Maar daar, back to school hoort ook een motto. Ja. Ik kan het wel. Kan het wel. Dat is warm. Het. Warm. Ja, wat dan? Warm. Het was wil je nog één poging? Belangrijke omslag helpt Skoola om kinderen. Ik kan het nog niet. Ja, precies. Dus dat je zegt niet, ik kan het niet, maar ik kan het nog niet. Precies. Niet, dat kan ik van, dat kan ik toch niet, naar dat kan ik nog niet. Ja, fantastische organisatie. En ik heb het hier voor me liggen, de tekst inderdaad. Dat kan ik nog niet. En dat is zo'n ontzettend mooi motto. En dan ben ik Skoola ook dankbaar voor. En ik denk dat met mij, mijn kinderen Skoola ook dankbaar zijn. Want kinderen willen leren leuk blijven
vinden. Zeker. En dat doen ze bijvoorbeeld door met Koela te werken met een beloning. Niet alleen voor het juiste antwoord, maar ook voor het, ook voor het leerproces. Ja. Want zo leert je kind dat fouten maken tijdens zo'n proces nodig is om verder te komen. Ja. Met de gewonnen muntjes kunnen ze cadeautjes uitzoeken in de online prijzenkast. Marcel? Nog niet. Niet, ik kan het toch niet, maar ik kan het nog niet. Leer het dankzij Skoola. Elk kind is uniek, Marcel. En daarom is er een enorme variatie in de soorten quizzen en games die Skoola aanbiedt. Want elk kind leert het best op zijn eigen manier. Dat is ook een motto, hè, van Skoola. Ja. Elk kind leert het best op zijn eigen manier. We zijn niet allemaal hetzelfde, Gijs. Nee. De koe heeft nog geen vlekje of hij ziet bont. Het is werkelijk een palet van mensen. En je kunt geen twee mensen naast elkaar zetten die hetzelfde zijn. Iedereen is uniek. Je kunt elkaar niet de maat nemen. Nee. Maar je kunt elkaar wel een porretje geven. Dat je zegt, wat is het leerproces toch leuk wat we samen doormaken. En wat ik ook zo goed vind aan Skoola, is de persoonlijke efforter. Ja. En die... die je kind niet alleen uitlegt welk antwoord juist is, maar ook waarom dat zo is. Het kind praat dus met een wezentje op de computer. Een persoonlijk wezentje. En dat vertelt of het goed of fout is en steekt af en toe een duimpje omhoog, omdat het kind de moeite neemt om te leren. Het leerproces is belangrijk. Het legt uit, het wezentje, de avatar, legt ook uit waarom het zo is. Dan hoef je als ouder, heb je er geen omkijken naar. Kind zit achter de computer, communiceert met een wezentje. En dat wezentje, dat geeft duimpjes. Als het kind maar leert. En aan het eind van de quiz probeert je kind de foute vragen gewoon nog een keer. En dan geef je eigenlijk als wezentje en als ouder aan van het is niet erg. We gaan die vraag gewoon nog een keer doen. En als je hem fout hebt, nog een keer. En als je hem fout hebt, nog een keer. En daarna mag jij gewoon naar de prijzenkast om een van die virtuele prijzen uit te gaan zoeken waar je waarschijnlijk ook weer van leert. Dat is cool. En er wordt natuurlijk ook een geweldige back to school. Ja, dat is ook hun motto. Volgens jou kortingsactie bij voor onze luisteraars. En ga jij maar eens even zeggen wat die back to school kortingsactie precies is. Namens Skoola mag ik helemaal onderuit de tas iets tevoorschijn toveren. En het staat hier op een briefje en ik kan mijn ogen eerlijk gezegd geloven met de code. Ja. Weer een dag school. Ja. In hoofdletters, in kapitalen. Ja. Ja. Krijg je 10 euro extra korting bovenop de al lopende actie. Want dat loopt gewoon door. Ja. Van 12 euro korting op een jaar Skoola. En de snelle rekenaars die rekenen dan 10 plus 12 is 23. Nou, je hoort dat ik een foutje maak. Is 22. Het gaat voor het proces dat ik de moeite doe om te leren. 22 euro korting op een jaartje Skoola. Nou, ik kan me voorstellen dat er diverse ouders zijn die nu als een gek naar de show notes vliegen. Vul die kortingscode in en vanmiddag zit je kind al te prazen met een praat met een avatar, een wezentje van Skoola, over fouten maken en dat dat niet erg is en dat je aldoende leert men. Ik kan het nog niet in plaats van ik kan het niet. Toch ik niet. Kan het toch niet. Ja, precies. Ik kan het toch niet. Ja. Ja, staat dat ook heel goed, als je bij Skoola binnenkomt, staat dat dan heel goed boven de deur van hun kantoor? Van hun je kunt het eerlijk gezegd aan die Skoola-mensen ook wel een beetje zien. Dat ze allemaal komen uit een wereld van ik kan het toch niet. En zichzelf hebben opgekalfaat, dat zie je vaak. Ja, ja. Het is een soort repair-café. Social climbers. Dat zijn social climbers. Refurbished zijn ze. En die mensen weten allemaal hoe belangrijk het is om af en toe een schouderklopje te krijgen. En af en toe een steuntje te krijgen in het proces. Het zijn allemaal wegwerpmodelletjes die zijn opgeklommen tot blinkende nieuwe modellen eigenlijk. Het zijn de leukste mensen, Gijs. Kijk naar een Pieter Omtzigt. Ja. Kijk, dat soort types. Heerlijk. Met een vlekje. Mensen met een vlekje. Iemand als Jan Terlouw zou bij Skoola. Ik denk dat hij er nog plezier aan heeft. Je kunt natuurlijk ook een bejaar. Interessant, ik zit de som te maken. 12 plus 12 is 23, maar dan klopt het niet en dan krijg ik toch een medaille. Ik krijg een windmolen. Een windmolen en ik heb een eigen wezentje om mee te praten. Een krennekop. En dan geef ik een duim en dan krijg ik een duim terug. Windmolens, wind, Spanje. De hoofdstad van Spanje is Madrid. Catalonië, Estland. Litouwen, Bechtelt, rijbewijzen,
Zeebier, Omzicht en is Koolmees. Een hele goeie uit onze partijgeest. Koolmees. Koolmees. Van wat was Pechtold ook weer minister? Hij was minister voor